terug, mensen, met de kaarten. Kom later op Baronie TV. En blijf vooral mee twitteren via hashtag DKKL en hashtag Baronie TV. En het is tijd voor een heel, heel, heel smerig spel. Ik weet niet of je er zin in hebt, maar... Ik heb er zo'n zin in. Ja, ze vinden het gewoon leuk, hè? Ja, ze vinden het echt leuk. Ja, even, ik ga het even uitleggen. Dit is het spel Raak de Geheim. En wat is nou eigenlijk de bedoeling van? Boven hangt een bak met een inhoud van 4 liter met spul van Tip van de Dag. Heel smerig. Toch niet geholpen, dus hij gaat daarin. Makkelijk spelregels. Het team krijgt, die daar staat, krijgt 10 vragen. Ja, daar loop ik even naartoe. Ja, lopen we zo naartoe. Raymond, als jij even dat teamblad pakt hierachter met cake en slagroom. Oh, dat is ook leuk. Ja, dat is een leuk element van het programma dat mensen ook nog... Ja, als ze vragen, ze krijgen 10 vragen. 5 multiple choice, dat is 5 met A, B, C. Ja, ze hadden er ook zin in, maar nou niet meer, denk ik. Nee, dit ziet slagroom. Geef hier. Ja, doe eens lekker slagroom. Ga jij bij het team staan? Ja, doe ik. Goed zo. Nou, en dan krijgen ze ook nog 5 open vragen. Maar ze vergeten niet dat die open vragen heel moeilijk kunnen zijn. Bij elke open vraag krijgen ze 20 seconden om de vraag te bedenken. Oké. Hebben ze minder dan 5 vragen goed, dat betekent dat die bak boven jou om zal vallen. Ja, en als jullie nou willen dat de bak over haar gezicht gaat, ik weet niet hoe collegiaal jullie zijn, dan moeten jullie dus de vragen zo slecht mogelijk beantwoorden. Maar dat doen wil je winnen, dan moet je de vragen spel. Zo goed doen. Raymond, het is eerlijk spel, ja? Het is nou, ik vind het wel leuk. Eerlijk. Ik vind het wel leuk als die bak naar beneden gaat. Nou, dan ga jij er straks achter staan. Maar niet alleen dat, we gaan ook nog, als ze elke vraag fout hebben, of ze hebben bijvoorbeeld 3 vragen fout, heb ik hier... Een plakkeek met slagroom. Heel veel slagroom. Dan mag degene van het team, die mag hier dan komen staan. En die mag het naar het gezicht werpen. Ja. Dus heb je altijd al een keer willen gooien, doe je ding. En mocht je dit spel leuk vinden, even twitteren. Hashtag DKKL en hashtag BaronieTV. Zijn jullie er klaar voor, Jazzel? Zijn we er klaar voor, mensen? Hebben we er zin in? Volgens mij wel, ja. Nou, dan heb ik zin in een spannend muziekje. Hey, ja, dat is leuk. Dit zijn multiple choice vragen. Vraag 1. Wat carnaval ook wel is in maart? Nee, ja of voor een deel? Jongens, wie wil het zeggen? Zeg het maar. 1 iemand, zeg jij het maar. Ja. Is dat goed, Mitch? Ja, het klopt. Dat is helemaal goed. Goed gedaan. Goed, goed. Puntje binnen, hoor. Wat is de carnavalshit van Arie Ribbens? Er staat een paard in de gang. Boom, boom, tuut, tuut. Of als ze me missen? Deze is heel makkelijk, toch jongens? Wie wil het zeggen? Nee, Raymond. Ho, stop, stop, stop. Ik wil even de jongere generatie. Die ouderen die weten dat allemaal wel. Dat is wel moeilijker, ja. Nee, jij mag het zeggen. Ik zou het werkelijk niet weten. Nou, dan moet je gokken. A, als B, ze me missen. Is goed. Ah. Ze heeft het wel makkelijk daar in dat schavot, hè. Hoe noemen ze 11 november ook wel eens? Vaste avond. Kleine, de kleine vaste avond. Of Pasen. Nou, ik kies jou uit, zeg jij het maar. Het juiste woord, hè. Dat is een moeilijke. Avond? Nee. Het is clean vaste avond. Nou, dan kom denk jij ik maar dat deze kant eerste, op? Het eerste keertje gaan gooien, mensen. Kom maar naar voren en dan mag je even naar Mitch toe lopen. En dan wordt moment toch? De slagroom wordt op het stuk cake gedaan. Oh, oh, yes. Niet zo weinig, Mitch. Er kan veel meer op. Meer. Hier. Nou. Je zit ze er toch onder. Kom hier staan. Goed gooien, hè? En dan wel raak gooien, als je wilt. Gaan we. Staat de camera goed erop? Op 3, 2... 1, ja! Oh! Ik denk ze gaat expres misgooien, maar ze is zo aardig. Zo'n mooi spel, jongens. Hier geniet ik van. Oké, volgende vraag. Wat is de hit van Kabouterplop die met carnaval te maken heeft? Is dat de kabouterdans, kaboutercarnaval of wij zoeken de schat? Nou, zeg jij maar. Kabouterdans? Nee, kabouterkarnaval. Nee, ze heeft geantwoord. Het team was het niet met je eens. Kabouterkarnaval was het. Kom maar! En mag je naar voren komen? Och, dit vind ik zo'n leuk spel, jongens. Och, hier geniet ik van. Heb je er nog geen spijt van dat je in het schavot bent gaan staan, eigenlijk? Ah joh, alles voor Jazzel, toch? Nu wel, hè? Dacht ik al. Hier, gooi hier maar mee. Oh, ze krijgt gewoon een handje slagroom. Goed, Nick, hè? Gaan we. In 3, 2, 1, ja! Ah. Ik word hier bijna zelf geraakt, man. Ik sta nergens veilig hier. Ik vind het echt een mooi spel. Oké, we krijgen de open vragen. Moeilijk. Ze hebben 2 fouten. Dat betekent als je 3 vragen fout hebt, gaat die bak om. De gang leuk, dicht. Leuk. Wat denk je? Je moet het wel beter gaan doen, jongens. Ja, dat mag gemist. Nou, het mag gemist. Oh. Dus die bak mag om. In dat geval. Okay. In dat geval. Hoe heet Etten, dus Etteleur, hoe heet Etten met carnaval? Dus denk eraan, hè. Etten, niet de leur. Dus maar Etten. Etten. Ik help ze. 11 seconden krijg je. Je wil het zeggen, jongens. Nog 6 seconden. Zeg jij het maar. 5, 4, 3,
Tijd is voor mij. Ja, niemand. Tijd is voor mij. Het werd ingefluisterd. Het was... Oh, zei jij het? Ja. Dat is wel heel net binnen de tijd, hoor. Maar ja, oké. De volgende vraag is, maak het af. Er liep een witte eend op het... Nou, die is makkelijk. Midden van de weg. Ik hoor het in iedereen zeggen, het is goed. Hoe lang en medewerkers van Baronie TV stil zijn, hè? Ik heb nog genoeg gekeken. Hoe lang bestaat Baronie TV? Eitje. Niks zeggen. Niks zeggen. Zal ik het zeggen? Nee, André stil. Niks zeggen. Oké. Okay. Nee, zin. Nee. Wie doet jongens, wie weet het? Wie wil het zeggen? Wie wil het zeggen? Doe een 11 seconden. Je hebt nog 5 seconden over. Zullen we ze een marge geven van 1 jaar, dat ze er 1 jaar naast mogen zitten? Dat is wel heel moeilijk. Tijd is voorbij. Is er roepen 20? Nou, dat is fout. Nou, kom maar. Kom maar naar voren. Wie zei 20? Jij zei 20. Het was 17 jaar. Ja. Goed, wacht. Nee, wacht. Jij mag hier komen staan. Je mag iets dichterbij. Goed, nou, als ze nou misgooit, mooi moment, dan is het expres. Nou, kom maar. Je mag het ook in de gezicht smeren, als je dat ook leuk vindt. Once in a lifetime. 3, 2, 1. Yeah. Oh. Mooi spel. Jullie mogen nog 2 vragen fout hebben. Dan gaat die bak om. Oké. Okay. En we hebben nog 2 vragen te gaan. Nee, 3 vragen te gaan. Wat is er zo belangrijk aan 11 november? Jongens, wat is er belangrijk aan 11 november? Zeg maar. Prins wordt bekendgemaakt. Nee. Nee. Op de dag begint de Raad van 11 met de eerste vergadering. Staat wel dicht. Prins bekendmaking als een bijzaak. Dus dat betekent dat er ook weer een cakeje mag gegooid worden. Ja, kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Ja, wacht. Zo. Ik denk dat we morgen een nieuwe slagroom bij moeten halen. Want dat ik... Mag ik hoop niet dat de vereniging van morgen zit te kijken en denkt, ik kom niet meer. Gewoon komen. Gewoon komen. Dat valt best wel 3, mee. 2, 1. Oh, mis. Best goed. Ik moet nog 2 vragen. Ja? Hoeveel dagen zitten er tussen carnaval en Pasen? Makkelijk. 40. 40 is goed. Goedgekeurd. Hoe heet Kielegat? Oh. Oh. Oké, okay, jongens, ik hoe heet Kielegat met carnaval? Stil. Ik verzin een andere vraag. Ik verzin een hele andere vraag. Ja, dit is een cadeautje. Ja? Een cadeautje, een rekensom. 11 keer 11 is... Nou. Hè? En nou? 121. Ja. Is die goedgekeurd? Ja. Hij was wel goed, maar van Mitch, kon je dit wel verwachten. Ja, het mooie was wel dat het touwtje het niet deed, dat je het nog met de hand moest doen. Ik denk ze heeft gelukt, het touwtje doet het niet meer. Nou, geven we grandalig mooi applaus. Nog even, wat gaat er door je heen? Vies. Vies, heel mooi. We moesten even, de camera's uit, ja. We moesten even een proefkonijn vinden. Misschien is het tijd en misschien wel leuk als Colin op het podium alvast gaan staan. Waar is Colin? Want Colin? Zometeen gaat hij een heel erg fantastische optreden geven. Hij gaat namelijk een carnavalsmedley voor ons zingen. En dan wil ik ook wel vragen of zometeen de vereniging ook op het podium wil gaan staan. En dan wachten wij op Colin. En blijf vooral meetwitteren mensen met hashtag DKKL. Ik ben benieuwd wat jij vanavond gaat doen. Laat het mij weten via hashtag DKKL. En stuur ook je Barotube filmpje in. Maak vanavond een mooi filmpje als je uitgaat. En stuur dat naar ons op. Je kunt ons ook bereiken via dkkl@baronie.tv via de mail. En je moet ook even een duimpje geven aan onze Facebookpagina natuurlijk. Wacht. Mag ik nog één ding zeggen? Nou, vertel. Ik had mijn oma beloofd met de groetjes doen. Tony Lijs. De groetjes aan, oma Kersen, zeggen we dan. Oma Aarts. Maar we gaan we zullen nog even naar het Twitter-scherm gaan, mensen. Want als we naar Twitter kijken, wat lekker volop getwitterd. Ik loop hoppa, hashtag DKKL. Dankjewel, hashtag DKKL. Schilder een hoop zoeken. Ha, groetjes aan Mitch van Owen. En ik weet niet hoe we deze moeten opvatten, Mitch. De reclames blijven een hoogtepunt. Zegt dat iets over de reclames of iets over ons? Over ons. En de kater komt later, heel erg veel later. Ja, we liepen uit, hè. Misschien moeten we nog even het bruidspaar feliciteren dat bij Ad getrouwd is. Ja, heel gefeliciteerd. Wanneer ga jij trouwen eigenlijk? Volgende week dinsdag. Maar geef hem een groot applaus. Op het podium staat de zanger, ofwel de carnavalszanger van Brabant. Hier is hij, met de carnavals met die Colin! Hebben we er een beetje zin in? Dan gaan we gauw beginnen met een lekkere carnavals met Lee. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan.
We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. En daar gaan we! Want we gaan nog niet naar huis. Want ons moeder is niet thuis. En kennen we deze nog, dames en heren? Ja, ja, ik voel het al. Het is weer carnaval. Loop mij maar achterna. Achter de hoenpapa. Ja, ja, ik voel het al. Het is weer carnaval. Er speelt een hoenpapa van hier tot overal. Er speelt een hoenpapa van hier tot overal. Waar zijn die handjes, dames? We gaan even zwaaien. Hey! Met een assiebal, met een assiebal, met een assiebal is heet. Dus pak hem nog niet beet. Met een assiebal is heet. Met een assiebal, met een assiebal, met een assiebal is heet. Marietje nam de bal ter hand en slaakte deze kreet. Wat zeggen ze? Au, au, au. Wat voel ik nou? Was die bal maar koud? Met een assiebal, met een assiebal, met een assiebal is heet. Ik denk wel dat ik weet dat geen assiebal meer eet. Ja, ik heb worstjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn bosjes, pietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ja, ik heb worstjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn bosjes, pietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Oké, we gaan even van links naar rechts. Mijn Sanseveria staat voor het raam. En als ik binnenkom, dan gaat hij staan. Het is een plantje van een meter hoog. Maar met carnaval, dan staat hij altijd hoog. Mijn Sanseveria staat voor het raam. En als ik binnenkom, dan gaat hij staan. Het is een plantje van een meter hoog. Maar met carnaval, dan staat hij altijd hoog. Oké, dames, hij is voor jullie. We gaan een beetje zwaaien van links. Zijn we nog een beetje fit, dames? We gaan een beetje springen! Laat maar waaien, laat maar waaien. Een nacht lang heb ik al liggen draaien. Laat maar waaien, laat maar waaien. Door jou staat mijn hart in lichte laaien. Laat maar waaien, laat maar waaien. Een nacht lang heb ik al liggen draaien. Laat maar waaien, laat maar waaien. Door jou staat mijn hart in lichte laaien. Oké, we gaan een beetje instrumentaal. We gaan een beetje schuifelend op en neer. 1, 2, 3, 1. Favoriete onderdeel. Instrumentaal. Hey, hey. Ik kom er gezellig tussen staan. Hier hoef ik toch niet meer op te zingen, dames en heren. Hebben we er nog zin in? We gaan een beetje springen! La 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 la
gezellig. Wow, wow, wow. Top gedaan, man. Wow, we gingen los, man. Ze gingen los. Ja. En dit was inmiddels de eerste uitzending van De Kater Komt Later 2013. Ja, we moeten natuurlijk Jessel bedanken. Jessel, super! Jessel. We moeten trouwens, Colin bedanken. Jessel misschien niet weet wat we echt gaan. Wacht. Als jullie winnen, want er komen we volgende keer nog meer teams. Als jullie winnen, dinsdagavond terugkomen. Dinsdagavond is de prijsuitreiking, van dus, de fles. Dus dan kun je winnen. Ja, nee, man, ik moet beginnen met mijn praktijk. Dus, nou, ik wens je heel veel succes. Morgen. Tot morgen, DKKL. Zelfde tijd, zelfde zender. Ja, houdoe. Ja, oh, wat ga je doen? Oh. Nee. Ja, hier, kom. Oh. Kom. Ja. Nee. Ja.